We hebben het zelf maar al te goed ondervonden. Blind of doof zijn is niet te onderschatten. Maar helaas zijn sommige mensen echt blind of doof. En in sommige gevallen zelfs allebei. Zoals onze gasten Joyce de Ruiter, die aan het Usher-syndroom leidt en daardoor blind en doof wordt. Welkom, Joyce. Joyce, het Usher-syndroom, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar kun je even kort vertellen wat het is? Usher-syndroom is logisch dat je er nog nooit van gehoord hebt, want het is een hele zeldzame ziekte. Je hebt daar allerlei varianten in, maar het is component horen en zien wat achteruit gaat. De een wordt doof geboren, de ander slechthorend, zoals ik in mijn type. En naarmate je ouder wordt, verlies je steeds meer van je gehoor. En zicht komt daar dan ook bij, dus... Ik ben vanaf puberleeftijd enorm nachtblind en verlies ook mijn zicht overdag. En nu kijk ik door een koker van ongeveer 20 graden en die wordt steeds een beetje kleiner, totdat dus... ik uiteindelijk volledig blind ben. Maar je zegt, ik ben doof geboren, maar we hebben nu eigenlijk een heel makkelijk gesprek. Je hoort mij goed. Ja, ik ben zeer slechthorend geboren, maar ik draag wel in beide oren een hoortoestel. Ja. Maar die kunnen het gehoorverlies, wat ik ervaar, niet volledig compenseren tot een gezond gehoor. Maar voorlopig lukt het nog wel om een goed gesprek te hebben? Ik kan er nu nog redelijk goed mee functioneren. Maar dat is ook omdat ik mijn zicht nog heb, dat ik kan zien wat jij zegt. Dus je combineert een beetje een soort van liplezen, ja, met wat je in werkelijkheid hoort. Ja. Nu hoor je vaak mensen zeggen die blind geboren zijn of doof geboren zijn, van ja, ik mis het niet omdat ik niet weet wat ik mis. Ja. Maar in jouw geval is het natuurlijk anders. Je hoort... Je ziet nog, of je hebt goed gezien. Ja. En je weet dat je dat in de toekomst gaat verliezen. Hoe ga je daarmee om? Het is ontzettend moeilijk om te leven in een horende en ziende maatschappij. Want dat doe ik, omdat ik kan horen en zien. Alleen minder. En te weten dat je dat steeds een stukje, beetje bij beetje, in moet leveren. En in deze leeftijdsfase waar ik in zit, gaat dat zo hard achteruit dat je ook echt dingen in moet leveren daarvoor. Ik kan... in het schemer al niet op straat lopen zonder een taststok. Ik zie hele grote objecten vaak gewoon compleet niet. Ik loop mijn kinderen heel vaak omver. En ik weet dat het steeds nog meer achteruit gaat. En weet je ongeveer wat de vooruitzichten zijn? Hoe lang ga je nog iets zien? Of? Ja, het is zo zeldzaam dat er niet genoeg over bekend is hoe exact voor iedereen het uit te stippelen. Maar de verwachting is wel dat ik over 10 jaar dus echt kijk door een koker zo klein als een rietje. Kijk, en ik ben nu al de hele dag mijn beeld aan het afscannen om, ja, een plaatje te kunnen vormen van wat er is. Dus het is niet zo dat je troebel ziet of zo, maar gewoon een heel beperkt... Het is eigenlijk veel complexer, want je hebt naast dat je zicht afneemt, heb je ook allerlei complicaties erbij. Dus ik heb bijvoorbeeld staar, dus de studiolampen hier maken dat een hele grote witte waas over jou heen valt. Je bent overgevoelig voor licht, dus de verblinding is er sowieso ook altijd. Dus het is heel complex, er komt veel meer bij kijken dan alleen specifiek. Denk jij wel eens, waarom ik? Dat heb ik vast wel eens gedacht, maar het levert niks op. Ben je iemand die positief in het leven staat dan? Tuurlijk wel, ja, ja. Nu, we hebben het er eigenlijk heel lang over gehad, omdat we wisselden af. James was dan eens blind en ik doof en andersom. En toen hadden we zoiets van, ja, we hebben wel een voorkeur als we zouden moeten kiezen. Het is allebei verschrikkelijk, maar dan toch. Als jij zou mogen kiezen, wat zou je dan het liefst behouden? Je gehoor of je zicht? Een aantal jaar geleden zei ik heel stellig, als ik mijn zicht maar heb, dan red ik mij wel. Want dan kan ik in ieder geval over straat. Maar ik merk nu dat als je gehoor achteruit gaat, dat alle vormen van communicatie wegvallen. En ik kan niet bouwen op mijn zicht. Dus op een gegeven moment zou ik bij wijze van gebaren daar ook niet meer kunnen. Ik kan gewoon niet kiezen. Ik heb geen keuze. Dus dat is meer mijn cruwe waarheid dan dat ik mag kiezen. Zeg maar. Ben je bang voor de toekomst? Tuurlijk. Ik heb 2 kleine kinderen en ik wil hun groot zien worden. En bij wijze van ook mijn kleinkinderen. En mijn zelfstandigheid behouden. En ik merk dat ik die zelfstandigheid nu aan het verliezen ben. Ik word steeds meer afhankelijk van mensen. En dat is heel beangstigend. Dat je altijd afhankelijk wordt van een ander om dingen te kunnen. En je moet ook wel heel veel vertrouwen hebben in de mensheid. Dat zal jij ook wel ervaren hebben. Ja, het is echt waar. Vooral het blind zijn was verschrikkelijk. Ja. Eén, je weet niks. Je weet niet wat er gebeurt. Je hoort wel een auto, maar je denkt, ja, is die vlakbij of niet? Ja. En twee, wat zowel James als ik verschrikkelijk vonden, was dat je onmiddellijk het gevoel had van buitengesloten te worden. Ja. Uit gesprekken, uit... En in het begin doen mensen nog wel moeite om je erbij te betrekken. Maar ik, ja, begrijp het ook. Ja. Voor mensen die niet doof of blind, dat dat vermoeiend is en een hele, ja, opdracht is. Ja. En dat vond ik heel
confronterend. Dat is mijn angst. In die korte tijd dat wij er eigenlijk mee bezig waren, stelde eigenlijk niks voor, ons experiment. We zijn heel flauwe trezen geweest. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk en wel. Toch, het choqueerde mijzelf. Maar mag ik eens iets vragen, mevrouw? Dat is onbeleefd om te vragen. Mag ik jouw leeftijd weten, alsjeblieft? 34. 34, ja. Ja. En wanneer is dat precies begonnen? Ik weet dat ik dit syndroom heb sinds mijn 16e. Ja. Maar tegenwoordig, door genmutatieonderzoek, kunnen ze al bij wijze van bij geboorte af al meten of attesten of jij US-syndroom hebt, als er bijvoorbeeld een gehoorprobleem blijkt te zijn. En tegenwoordig weten dus ouders al, bij wijze van als hun kind nog maar één is, welk zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt, dat het niet alleen bij het horen blijft, dat het horen ook achteruit zal gaan en dat het zichtcomponent ook bij zit. Is dat dan ook iets erfelijk of zo? Want je hoort het toch vaak? Ja. Ja. Dus uw ouders, een van de twee heeft ook misschien een slechte... Beide ouders zijn drager van hetzelfde type genmutaties. En dat moet dan net bij elkaar komen. En bij ons in de familie heeft niemand iets wat duidt op Usher-syndroom. En mijn broer en ik hebben het allebei. Wat ik mij ook afvraag, want u bent zeer, zeer moedig. Je moet verschrikkelijk zijn. Of er ook al geen geneesmiddelen of... Dat men toch naar de toekomst toe dat kan afremmen of kan genezen. Zal natuurlijk heel moeilijk zijn, maar... Nou, toen wij de diagnose kregen, was ik 16. En toen zei een arts van, gentherapie, daar zijn ze mee bezig. Maar dat ga jij niet meemaken. We zijn nu Stichting Usher-syndroom gestart, ushersyndroom.nl. En wij samelen heel veel geld in om onderzoek te kunnen financieren. Want er is dus wel hoop. En ze zijn nu al zoveel verder dan ze, toen ik 16 was, kon inschatten. Het probleem is natuurlijk dat er zo weinig mensen zijn die aan het syndroom lijden, dat het draait toch altijd rond geld, denk ik. En dat is heel cru als je kijkt naar de kwaliteit van leven die keihard afneemt. En eigenlijk hoe relatief weinig geld er nodig is om dat te stoppen en dat wij gewoon kunnen blijven functioneren in de maatschappij, gewoon kunnen werken, et cetera. Is dit een oproep? Nou, eigenlijk wel, ja. Dus als mensen een donatie willen doen op ushersyndroom.nl, dan iedere cent die gedoneerd wordt, gaat echt naar onderzoek. En wij hebben ook contact met de onderzoekers. We weten dat het echt een goede is. En denkt u dat het nog lang gaat duren voor men iets gevonden heeft? We hebben als stichting de missie in 2025 is Usher-syndroom behandelbaar. En daarmee bedoelen we dat het te stoppen is, de achteruitgang, voor welk type Usher-syndroom dan ook. En daar gaan we natuurlijk keihard voor. Maar nogmaals, daar is echt heel veel geld voor nodig. Joyce, is het ook uit die hoop dat je moed put? Ja. Om zo positief in het leven te staan, want ik bewonder de manier waarop jij hier je verhaal doet. Ik heb inmiddels een manier van leven gevonden dat ik er zingeving aan kan vinden, aan kan geven. En hoe dan? Ik ben mijn eigen bedrijf gestart. Dus ik geef lezingen aan het bedrijfsleven. Omdat ik in een continu veranderproces zit. Omdat ik steeds moet ervaren dat ik iets niet meer kan horen of zien. En dat ik de keuze heb, hoe ga ik daarmee om? En ik zag de link met het bedrijfsleven, met alle grote veranderingen die er zijn in organisaties. En hoe gaan de medewerkers daarmee om? En ik ben eigenlijk ook door meerdere malen interviews te geven als ambassadeur van Stichting Usher-syndroom in het sprekersvak gerold. Dus ik geef nu lezingen om bedrijven en mensen daarin te inspireren. Fantastisch. En dat geeft voor mij een onwijze kick dat ik iets goed kan doen met waar ik mee te dealen heb. Ja, en ik denk dat je dat vandaag ook hebt gedaan. We zijn heel erg blij dat je hier was. Dank je wel, Joyce de Ruyter. Dank je wel.